Jij bent een SketchUp-gebruiker en je gebruikt SketchUp om jouw ideeën, ontwerpen duidelijk te maken aan anderen in 3D. SketchUp is een van de makkelijkste 3D-tekenprogramma's. Het is een van de meest veelzijdige 3D-programma's die er vandaag zijn op de markt. En wat jij uiteindelijk wil, is met SketchUp op de meest efficiënte manier gaan werken. Als je wat handig bent met een computer, dan kan je SketchUp eigenlijk leren gebruiken door wat te experimenteren en wat video's te bekijken. Maar de vraag die je dan hebt is, misschien is er gewoon meer met SketchUp mogelijk dan ik vandaag doe, want je hebt al mooie dingen gezien. En dan vraag je je af, is dit in SketchUp gemaakt? En uiteindelijk realiseer je jezelf dat misschien er veel meer mogelijk is met SketchUp dan je vandaag denkt. Want je bent op zoek naar een manier om jouw ideeën duidelijker te maken aan een ander, om ze beter te presenteren. Want een andere vraag is, gebruik je layout al? Gebruik jij vandaag layout al? En je wil mooiere renders maken. En een andere vraag is misschien, hoe krijg ik meer info uit SketchUp, zoals om een offerte te maken? En het doel van SketchUp is eigenlijk jou daarbij in te helpen. En hoe kan SketchUp jou stimuleren om nog creatiever te zijn? Nu, waarom zou jij als SketchUp-gebruiker meer uit SketchUp moeten halen? Wel, zoals je weet, we leven in een wereld die alleen maar sneller en sneller evolueert en waar alles eigenlijk goedkoper moet. En dan is jouw vraag, wel, hoe kan ik verder in SketchUp? Hoe kan ik meer realiseren? Je kan natuurlijk YouTube-video's gaan bekijken en misschien heb je SketchUp meegekregen vanuit een opleiding. Maar je vraagt je eigenlijk af, ben ik wel juist bezig met SketchUp? Doe ik wel de juiste dingen? Want er zijn vandaag twee dingen die jou eigenlijk heel veel geld, tijd en frustratie kosten. Want de kans is zelfs heel groot dat je vandaag heel veel dubbel werk doet. Je tekent in 2D en je tekent opnieuw in 3D. En dan weet je eigenlijk dat je SketchUp niet optimaal gebruikt, want dat is mogelijk in SketchUp. Dus je kan eigenlijk al je 3D en 2D tekenwerk gewoon in SketchUp doen. Ik heb SketchUp leren gebruiken toen het net uit was in het jaar 2000 en we zijn het gaan verdelen in België en Nederland vanaf 2005. En zo hebben we vanaf 2005 eigenlijk honderden mensen mogen verwelkomen in onze SketchUp training. En dit van veel ervaring tot weinig ervaring. Maar uiteindelijk merkte ik dat er eigenlijk een fundamenteel probleem was wat iedereen tegenkwam. Zoals objecten die moeilijk aanpasbaar zijn of je gaat renderen en er gebeuren rare dingen. En wel, wat hier de oorzaak van is, dat zal ik zo dadelijk met jou delen. Maar mag ik jou eerst een vraag stellen? Hoe zet jij vandaag SketchUp in? Nu, wat we heel veel zien is dat men eerst gaat ontwerpen en tekenen in 2D. De klant vandaag verwacht en vraagt aan jou, hey, ik wil eigenlijk een 3D-voorstelling, een visuele voorstelling van wat ik uiteindelijk wil. Mijn droomhuis, tuin, keuken, badkamer of wat jij ook ontwerpt. Dus je maakt eerst jouw 2D-ontwerp. En dit ga je dan naar SketchUp nemen. En hier maak je dan een 3D-model van. Dan ga je uit je 2D-programma dingen exporteren. Dan ga je dingen uit jouw SketchUp-programma exporteren. En dan meestal komt dit dan nog eens in een derde programma terecht. Een PowerPoint of Illustrator, waar we dan eigenlijk een presentatie en plannen gaan in maken. Hier ga je dan uiteindelijk mee naar je klant en je klant geeft jou feedback. Die wil hier en daar iets veranderen. En wat ga je dan doen? Wel, dan moet je iets in je 2D-programma gaan veranderen en ja, misschien iets in 3D. En dan moet je alles weer exporteren en in je presentatieprogramma gaan samenvoegen. Dus uiteindelijk moet je op drie plaatsen dingen gaan aanpassen. Niet alleen is dit een hoop overbodig werk, maar de kans op fouten is zoveel groter. Maar ik zou gewoon denken, denk erover na, als je alles binnen één programma zou kunnen, hoeveel tijd kan je dan besparen? En dat puntje fouten is zo belangrijk, want wij zien zoveel fouten in 2D-plannen. En dan moet je vragen, hoe komt dat? Maar ik denk dat gewoon het doel moet zijn, hoe kan je sneller en efficiënter met SketchUp werken? Want mijn vraag aan jou is ook, gebruik je vandaag al layout? Layout is uiteindelijk de verborgen parel van SketchUp Pro. En we weten dat nog geen 20% van de SketchUp-gebruikers
layout effectief gebruikt. En van degenen die uiteindelijk layout gebruiken, weten we ook dat ze eigenlijk layout nog niet optimaal of helemaal gebruiken. Nu, over de jaren heen zag ik uiteindelijk welke frustraties er steeds terugkomen en welke problemen er terugkomen. En dit bij heel veel SketchUp-gebruikers. En ik zie hoeveel tijd en geld er eigenlijk verloren wordt. En met dat in het achterhoofd heb ik uiteindelijk een drie-stappen systeem ontwikkeld. Dat ervoor zorgt dat wat je uiteindelijk ook in SketchUp gaat tekenen, wat je er uiteindelijk ook mee gaat doen, dat je met dit drie-stappen systeem steeds een correct, perfect SketchUp-model gaat creëren. Zodat het model ook voor meerdere doeleinden bruikbaar is. En dat het steeds aanpasbaar blijft. Wat deze drie regels zijn, zal ik met jou zo dadelijk delen. Nu, wat we heel veel ervaren, is dat heel veel SketchUp-gebruikers eigenlijk niet weten dat SketchUp een complete 3D en 2D oplossing is. Nu, wat ik jou als SketchUp-gebruiker toewens, dat je uiteindelijk zo weinig mogelijk programma's moet gebruiken. En dat je uiteindelijk ook zo min mogelijk, zo weinig mogelijk werk moet doen, en zeker geen dubbel werk, om uiteindelijk het maximale te realiseren. Dus dat betekent dat je uiteindelijk misschien niet meer dat 2D-programma moet gaan gebruiken, om het dan nog eens terug in 3D te tekenen. Want als je uiteindelijk een volledige 3D naar 2D workflow hebt, dan kan je ook heel veel fouten vermijden. Dit in ontwerp- en planfase. Maar uiteindelijk kan je het ook heel veel informatie, zoals een meetstaat, om offertes te kunnen maken uit het 3D-model halen. Of een zaaglijst als je kasten maakt. Nu, er zijn vier belangrijke dingen die ik jou wil meegeven als jij een SketchUp Master wil worden. En de vraag is, wat is een SketchUp Master? Wel, dat is iemand die alles doet binnen SketchUp Pro. 1. Een goede basis in SketchUp is alles. SketchUp laat je toe vrij te tekenen en legt je uiteindelijk geen structuur op. Het is eigenlijk een sandbox, een zandbak, waar je uiteindelijk kan in doen wat jij wil. Dus SketchUp heeft geen fix structuur dat jij moet gebruiken. Eveneens is er eigenlijk geen verplicht systeem dat je moet gebruiken, wat in andere programma's heel dikwijls wel zo is. Maar omdat er geen structuur is, omdat er eigenlijk geen verplicht systeem is, wel, dat maakt SketchUp uiteindelijk heel eenvoudig, maar ook heel veelzijdig. Nu, een nadeel daarvan is wel, als je zelf geen structuur of systeem gaat gebruiken, dat je dan jezelf wel eens heel wat problemen op de hals kan halen. En dit ga je dan merken, zien, wanneer je je SketchUp-model wil aanpassen, of je wil gaan renderen en er gebeuren rare dingen, dat er schimmelvlekken ontstaan, of materialen die je hebt toegepast die er niet uit zoals je het hebt gedaan, of liggen in een andere richting. Dus eigenlijk een heel scala van dingen die gebeuren die je niet wil. Het zou kunnen zijn dat je texturen hebt of objecten geïmporteerd en dat die er dan niet uitzien zoals je wil. Het is een hele reeks van dingen die heel veel frustratie kunnen opwekken. En de kans is dat jij dat ook al hebt ervaren. Maar dit is het ding, je kan deze eigenlijk heel makkelijk voorkomen. En dit door drie regels te gaan gebruiken. Deze drie regels zijn op zich niet zo moeilijk. Regel nummer 1 is, alles wat je tekent zou altijd een volume moeten zijn. Regel nummer 2, al deze volumes zouden aan de buitenzijde witte vlakjes moeten hebben. Regel nummer 3, alles wat we tekenen moet altijd een groep of een component worden. En alleen als je deze drie regels volgt, dan ga je een model creëren dat veel flexibeler is, makkelijker aanpasbaar is, bruikbaar is in externe programma's, plugins zullen beter werken, een hele reeks van dingen die uiteindelijk, wat vandaag misschien een issue is, uiteindelijk wel gaan werken. Want als je deze drie regels volgt, dan kan je uiteindelijk SketchUp maximaal gaan gebruiken. Dus zorgen dat jouw renders oké zijn, zorgen dat jouw 3D-prints of CNC oké zijn, dat alles eigenlijk in orde is. En dat gaat er uiteindelijk ook voor zorgen als je een plugin gebruikt,
dat deze juist werken. Want ik zie heel veel mensen die denken, ah, plugin maakt SketchUp wat makkelijker en sneller. Klopt helemaal. Maar deze plugins verwachten eigenlijk dat je voldoet aan deze drie regels. En dat je je structuur goed hebt. Want als je dat niet doet, gaan heel veel plugins gewoon niet werken. Punt 2, om een SketchUp master te worden. Wel, een goede workflow is alles. Want een goede workflow gaat er uiteindelijk voor zorgen dat je het maximale uit SketchUp kan halen. Want ik ben er overtuigd dat als 80% van de SketchUp gebruikers juist weten hoe SketchUp werkt en layout werkt, dat ze uiteindelijk geen andere programma's meer nodig hebben buiten SketchUp Pro. En natuurlijk is het dan belangrijk dat we de drie regels volgen en dat we een juiste workflow hebben. En dat wat ze vandaag dan doen in 2-3 verschillende programma's om hun 3D en 2D tekenwerk te doen, dat ze dit uiteindelijk allemaal in SketchUp Pro zouden kunnen. Dus naast de drie regels is er nog een belangrijke factor die jouw resultaat in SketchUp helpt bepalen. En dat is uiteindelijk de workflow die je vandaag gebruikt. Jij hebt vandaag een workflow van 2D naar 3D en die 3D vertaal je dan meestal nooit naar 2D. Dus wat als je zou starten met een 3D workflow en dat je daarmee uiteindelijk al wat je nodig hebt in 2D kan gaan realiseren. En dit dan in SketchUp Pro. Zodat je uiteindelijk met het minimale werk het maximale resultaat hebt. Op die manier hoef je dus geen dubbel werk te doen, geen dubbel tekenwerk te doen. Maar zoals ik al daarvoor zei, je voorkomt ook zoveel fouten. Je voorkomt zoveel fouten bij aanpassingen. Want wat zien we in een 2D workflow? Je hebt allemaal losse plannetjes. Klanten vragen om iets te veranderen. Je verandert in het ene plan en natuurlijk niet bewust of met opzet vergeet je ergens iets aan te passen of per ongeluk verkeerd. En wat zien we? Dat ja, heel veel 2D plannen niet met elkaar meer matchen. Dus dat kan je allemaal voorkomen als je een 3D naar 2D workflow hebt. En in eerste instantie lijkt dit misschien moeilijker. En in eerste instantie is het ook dat. Maar. Eens dat je deze workflow hebt, 3D naar 2D, zal je merken dat het uiteindelijk makkelijker is en sneller is en dus vele malen efficiënter is. Stap 3. Jouw pad als SketchUp master. Als je alles doet binnen SketchUp Pro, wel, dat noemen we SketchUp Mastery. En mijn doel is jou te helpen een SketchUp Master te worden. Wij nemen jouw SketchUp resultaten serieus. In 2016 zijn we gestart met dit SketchUp Mastery traject. Met het doel hè, zoveel mogelijk in SketchUp te doen en zo min mogelijk te doen in andere programma's. Er zijn 3 belangrijke pijlers hierin. En 2 heb ik al genoemd. 1 is het toepassen van die 3 regels. En de 2e is het ontwikkelen van een 3D naar 2D workflow. Maar als 3e is het dan gebruik maken van de extra functies in SketchUp Pro, die je vandaag heel waarschijnlijk nog niet gebruikt. Zoals het maken van rapporten of onderdelenlijsten uit SketchUp halen. Maar misschien het allerbelangrijkste is gedetailleerde plannen en snedes en aanzichten halen uit jouw 3D-model. En als je dit correct doet, wel, dan ben ik zeker van dat het resultaat dat je creëert, het grafische resultaat dat je creëert, dat je hiermee menig duur 2D-pakket kan doen verbleken. 4. Hoe word je dan een SketchUp master? Wel, in het SketchUp Mastery traject zijn er verschillende fases. Eerst en vooral, ik maak geen beloftes die ik niet kan nakomen. Dus ik ga je niet zeggen, doe deze 5 dingetjes even en in 3 tellen ben jij een SketchUp master. Nee, je kan geen SketchUp master worden zonder hiervoor tijd te investeren. Of de tijd ervoor te nemen om te oefenen. Dus zonder tijd ervoor te nemen en er even te gaan bij zitten, nieuwe dingen te leren, gaat het gewoon niet lukken. En het zal ook dus niet werken als je er geen tijd voor neemt. Een topsporter kan alleen een topsporter zijn als hij er dagelijks voor traint. En dat hij dagelijks zijn technieken herhaalt en blijft verbeteren. Misschien heb jij al ervaring met SketchUp, misschien niet.
Maar daarvoor hebben we een slimme oplossing bedacht. Want we starten steeds met een SketchUp basistraining. Hierin gaat het vooral om de basis van SketchUp juist te begrijpen. De drie regels consequent toe te passen. Het begrijpen, ontwikkelen van een 3D naar 2D workflow. Deze workflow echt onder de knie te krijgen. En daarnaast bieden we dan ook vervolgtrainingen naar renderoplossingen. Zoals Podium, V-Ray, Lumion. Maar ook specifieke trainingen, zoals layouttrainingen of een scalp training. En scalp is een plugin die ervoor zorgt dat je mooie opvullingen krijgt, dus patronen en snedes krijgt, binnen SketchUp. En dit is misschien een essentiële plugin als je echt een SketchUp master wil worden om alles binnen SketchUp te doen. Dus we starten steeds met een basistraining. Ervaring of geen ervaring. Waarom? Jij hebt ervaring, gebruikt misschien SketchUp al jaren, maar dan ben ik ervan overtuigd dat je in onze basistraining ook nog zoveel waardevolle nieuwe dingen kan leren. Maar vooral dat je, eens dat je die drie regels integreert en begrijpt, dat je zal merken dat SketchUp veel beter zal werken. En dat je het juist kan gaan gebruiken. En natuurlijk het aanleren van deze workflow van 3D naar 2D. En de kans is groot dat je heel veel kleine waardevolle dingen, geheimpjes in SketchUp gaat ontdekken die je uiteindelijk heel veel tijd kunnen besparen. Waarom het volgen van een SketchUp training een goed idee is? Wel, zoals ik al zei, elke topsporter moet trainen. Elke topsporter heeft een coach, een trainer, een mentor en in vele gevallen zelfs meer dan één. Die trainen hun, bereiden hun voor om topprestaties neer te zetten. En dat is wat wij met jou willen doen voor SketchUp. Wij zijn een officieel SketchUp Authorized Training Center in België. Dit geeft jou al een garantie op een kwalitatieve cursus training. Maar wij willen altijd een stap verder gaan. Als jij dat natuurlijk ook wil. Wij nemen jouw SketchUp training echt serieus. En wij gaan jou in elke stap begeleiden. Wij gaan uiteindelijk jouw SketchUp mentor zijn om jou te helpen naar SketchUp Mastery. Hey, ik ben Peter Waats, SketchUp expert en SketchUp certified trainer. Daarnaast ben ik ook high performance business mentor. Jij bent nu klaar om jouw volgende stap te zetten in jouw SketchUp Mastery. Klik op de link die je vindt boven deze video of de knop die je vindt onder deze video. En op de volgende pagina ontdek je een nieuwe video waar ik jou precies zal uitleggen hoe wij jou gaan helpen. Hoe wij jou gaan helpen in jouw SketchUp Mastery. Welke stappen er zijn, hoe wij jou gaan helpen en hoe wij uiteindelijk ook jouw SketchUp mentor zullen zijn in jouw reis als SketchUp master. Dus klik nu op de link die je vindt boven deze video of de knop die je vindt onder deze video. En in de video op de volgende pagina vertel ik jou hoe wij jou precies gaan helpen. Tot zo! Thank you.